Hey, hoi, welkom. Ik ben Suus van Vraag het Suus en ik wil wat met jullie delen. Ja, nee, ik ga niet stoppen. Nee, er komt wel een kleine zomerstop met de bullet journals. Dat doe ik even, of met de kookvideo's, dat doe ik even niet. En er zullen misschien wat minder bullet journals komen, maar ik ga verder gewoon door. Het is iets heel anders. Het is meer van persoonlijker aard. Nee, ik heb geen vriend. Nee, hoef ik ook niet. Ik heb genoeg in mijn leven op dit moment. Het heeft wel te maken met iemand anders in mijn gezin. Die andere persoon in mijn gezin, dat is namelijk een van mijn kinderen. Daar is dat mee. En dat wil ik met jullie delen. Het is niet ernstig. Ja, weet je, ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat het niet ernstig is. Maar... nou ja, eigenlijk kan ik het maar beter gewoon zeggen. Mijn ene kind is transgender. Dat is mijn jongste. Ik zal haar nu ook aanduiden als ze. Ze heet Emily, voor alle duidelijkheid. Dat is haar zelfgekozen nieuwe naam. Waar ik overigens helemaal achter sta. Emily is dus transgender. Dat betekent dat ze geboren is in het verkeerde lichaam. En een aantal jaren geleden heeft ze dat ook tegen mij verteld. En inmiddels zitten we in een traject. Of minstens, eigenlijk zit zij in een traject. Waarin ze de transitie maakt van man naar vrouw. Het is ook een van de redenen waarom ze niet in beeld is. Dat wil ze zelf niet. Maar ze wilde wel heel graag dat ik het nu ook nu eigenlijk iedereen om ons heen het weet. En zo ontzettend lief heeft gereageerd. Dat het ook in de video's duidelijk zou worden. Dan, ik mag haar gewoon bij naam noemen. Dat deed ik nu niet. Of ik noemde nog de oude naam, zeg maar de mannelijke naam. Dus ja, ik heb een dochter. En ze heet Emily. Ze is vandaag jarig. Ze is 19 geworden. En ik ben heel trots op haar dat ze kan zijn en mag zijn wie ze is. En die verpakking, daar zijn ze nu mee aan het werk. Dat komt goed. De binnenkant, die blijft hetzelfde. En dat is een mooi mens en daar ben ik heel trots op. Ik hoop dat jullie ook trots op haar zijn en haar willen feliciteren hieronder in deze video. Want 19 jaar geleden werd ze geboren op deze dag. Ook een bloedhete dag, kan ik je vertellen. Dat weet ik nog heel goed. Ja, ik ben dus moeder van een transvrouw, zo heet dat. Dat was wel even wennen in het begin. Maar inmiddels heb ik daar helemaal vrede mee. En vind ik het alleen maar fijn dat ze zichzelf kan en mag zijn. Dat ze zichzelf ook wil zijn. En ik zeg tegen iedereen die vraagt, vind je het moeilijk? Ik heb het moeilijk gevonden. Maar ik vind het belangrijk dat een kind gelukkig is. En of het dan een mannetje of een vrouwtje is, dat maakt mij helemaal niet uit. Ik heb liever een gelukkige dochter dan een ongelukkige zoon. Dus als je me hoort praten over mijn kinderen, dan heb ik dus vanaf nu één zoon, die woont in Groningen. Één dochter, die woont hier in huis. En een mooie bonusdochter, die woont lekker op zichzelf. Dat is wat ik met jullie wilde delen. En ik hoop dat jullie, snappen dat ik dit even wilde delen in een extra video. Ik vond het wel heel belangrijk. Goed. Dat gezegd hebbende, het is oud, het is open in de wereld. Ik heb een transdochter. Ik zie jullie heel graag terug in de volgende video. Die is morgen. En je zult merken dat ik nog een paar dagen praat over mijn kind. In plaats van mijn zoon of mijn dochter. Maar je zult merken vanaf vrijdag, want dan neem ik dit op. Het is vrijdag nu. Dan zul je merken, dan gaat het over Emily. Goed, nogmaals bedankt voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag als je deze video's morgens kijkt. Kijk je 's avonds, slaap lekker, mooie dromen. Doei doei!